is het even wel teamgenoot. Kruisje zetten. Nog geen paddenstoel gezien. Alleen één onbekende in het graf. Ja. Oh, ja. Maar dat moet dan leuk zijn, hè? Ja. Dus het was trouwens wel, dus het was wel volgens mij een hele kors van daar. Kan jij dat ruiken? Ja. Maar wat dan wel? Oh ja, spekslang. Oh ja. Die kunnen we hier op het grondje leggen. Die kunnen we op het grondje leggen. Ja. Die spekslang die heb ik op de lijst staan. Ja. Vijf? Vijf. Vijf. En hier dan een mini-zwammetje. Oh ja, hier zijn we nog weer. Dus hier... Hij is een beetje doorzichtig geel, vind ik. Ziet de wit geven? Op de zon? Veel witte. Ja, de beuk is volgens mij wit-geel aan de steel en de geel-witte is, wordt grijs als hij wat ouder is. Ja, maar hij is niet oud, dus daar heb je niks aan. Hij is een hele jong. Welke was die nou die naar gal smaakte? Dat is de beuk, hè? Oh, dat weet ik niet. Dat is vies. Ja, hier is bloedstil in de zee. En we hebben een geel-horentje. Ik vind het kunnen we beter hier door geven, want op dat, als die grote stroom daar ging, is het daar... Melk van, doen we melk. Ja. Melk op. Bruine trilzwam. Oké. Okay. Ja, alle kleuren zitten erin. Hoe ga je die heten? 15, 16. Wie? Ja, nee, dit is helemaal. Ja, vooral die handen. Ja, en die kleine ukken helemaal. Kijk eens hier. Ja, die ook. Ja, je weet toch niet of we niet nog een betere tegenkomen. Nou, moet ik dat overnemen? Of denk je dat? Maar jij pas toch iets? Wat is van die tenen? Dat soort dingen. Ja. Of een tondenzwam, maar ja, verder was helemaal niet. Ja, tondenzwam, maar prachtig tondenzwam. Alleen maar de... Ik kan even kijken, want Helmi is Sena. Ja. Bundelzwam, maar dit is heel... Dit, moet je zien aan die stekels? Ja, ja, maar dat is niet misselijk, hè? Dat is geen schubbig, hè? Dat heet stekel... Ik ben nou, egel of stekelbundelzwam. Pak nou je opschrijfboek en zet het erin. Stekelzwam, vergroeide, tengere, ruwe... Rossige, rood-bruine. Moet je naar bundelzwammen kijken? Bundelzwam. Ja. Oh jongens, dit is een leuke route. Kijk, er is zeker bij. Jammer dat je gezien hebt dat je dubbel kan maken. Ja. Mocht je dan nog een nummer 14 neerzetten? Ja, dan. Of wou je dat? En Hans zag ze. Ja, dan. Kijk, en hier staat oranje hart, oranje geel trefje, trouwens. Maar we gaan, dit is heel bijzonder. Dit ken ik niet. Kan het niet gewoon het beginstadium voor de bundelzwam zijn? Volgens mij niet. Is dat veel hij staat er wel in, Gerrit. Bundelklim, bundelvan, bundel inkzwam, bundel moskopje, bundel mycena, bundel ridder. Iets met stekels. Bundelzwam hier. Mag jij raden wat het is? Wow. Dat ziet er dus redelijk. Heel wat te gek. Dat fout, maar dat is goudgeel, dat kan er niet zijn. Die doen we net als bij het vinden. Dit is uit. Zijn we voor het donker thuis, Mark? Heb je hier nog wat bij staan? Dat is 30 centimeter. Ja, dit is ook al een grote. Grijs heeft hij. We gaan eens even kijken. Een roze plaatje. Volgens mij ook in, hè? Ja, maar toen was hij veel kleiner. Ja, Hans. Het is goed. Nee, maar dat maakt niet uit. We hebben hier extra boter. Even kijken. Zo. Wat nog zeggen van... Ja, daar is die nummer mee en dan... Als kanterel erbij. Ja, ik ken ook het leuke kenningland, maar de Weldra ook echt leuk. De Weldra moet geen hupplak. Echt, hè? Een gele bootje. Moet je er omhoog kijken? Kijk hoor, ik heb dingen weggehaald. Heel mooi zaadje. Wauw. Ja. Wat is dat? Oh!
Even kijken. Die plaatjes die zijn niet aangehecht, hè? Niet of nauwelijks. Ja, doe je even. Ik heb even een meditatief moment voor. Ja, ik moet zeggen. Als men je slaapt valt. Aardig intensief hier. Aardig intensief voor haar. Ja, en als je uit de eerste slaap gewekt wordt, dan duurt het wel even voordat je hem weer te pakken hebt. Ja. Ja. Je gaat het zelf leuk vinden, hoor. Nee, dat is geen deur. Zeker als het zo dichtbij is. Ja. Wilde we niet. Had je er nog wat van of waren ze alweer? Ja, het is wel een heel klein stukje. Maar... Oké. Wel leuk. Ik zat echt zo naar elkaar te kijken van. Ja, hè? Ja.